بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ قال: الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تسخريفر شيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى إفراغ نمر 197 زغت هاي: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ أزاي رحمه الله قطس ترخت بط وار الله تعالى وفدي الله سبحانه وتعالى أنس heeft opgelegd om er aan te houden en ons verboden heeft om daarvan af te wijken. Wat is dat rechte pad? Nadat de schrijver rahimahullah ta'ala aqidat ahle sunnah wal jama'a heeft uitgelegd en verduidelijkt in de vorm van vraag en antwoord, nadat hij uiteindelijk ook de vragen heeft gesteld en geantwoord omtrent de afrekening en omtrent al hasanat en al sayyi'at en barau al tauba, vervolgens zegt de schrijver rahimahullah ta'ala: wat is het rechte pad dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft opgelegd om dat te volgen en ons verbiedt om daarvan af te wijken? Zoals Allah jalla wa ala in vele versen in de Koran het rechte pad opnoemt als sirat al-mustaqim. En ieder moslim in zijn gebeden die vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om hem op dat rechte pad standvastig te zijn. In elke rak'a van onze salah zeggen wij: ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons te leiden en om ons standvastig te maken op dat rechte pad. Sirat al-mustaqim. Op dat rechte pad, wat is dat? Zegt de schrijver rahimahullah ta'ala. Hij zegt rahimahullah ta'ala: het rechte pad huwa dinul islam alladhi arsala Allah bihi rusulah. Hij zegt rahimahullah: het rechte pad, dat is de islamitische religie die Allah jalla wa ala, die Allah subhanahu wa ta'ala yani heeft geopenbaard aan zijn boodschappers en die zijn boodschappers hebben verkondigd aan de mensheid. De islam, dat is het rechte pad. As-sirat al-mustaqim, dat is al-islam. Al-islam, dat is de ware religie van Allah jalla wa ala. De ware religie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dinullahi al-haq. Dat is de islam. De islam, dat is de religie die bij Allah jalla wa ala telt en geldig is. Allah jalla wa ala accepteert geen andere religie dan de islam. Zoals Allah in de Koran zegt: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Iemand die een andere religie wenst dan de islam, die een andere religie volgt dan de islam, het zal niet van hem geaccepteerd worden. Het zal niet voor hem geaanvaard worden. Het zal niet baten. En in de akhira zal hij zeker behoren tot de verliezers. Want de religie bij Allah die telt is de islam. Inna dina inda Allahi al-islam. Dat is de religie die hij gekozen heeft voor ons, waar hij tevreden mee is. Zoals Allah zegt in een ander vers, in de Ma'ida: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa raditu lakum al-islam dina. Allah jalla wa ala heeft de islam voor ons gekozen
En alleen met deze religie zal Allah tabaraka wa ta'ala tevreden zijn. Iemand die een andere religie kiest dan de islam, hij zal behoren tot de verliezers. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, in Sahih Muslim, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِيٌ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. In deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zweert hier bij Allah, in wiens handen zijn ziel ligt. Hij zegt, er zal geen Jood zijn of Christen zijn die van mij gehoord heeft. En die gehoord heeft van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En vervolgens niet in hem gelooft of zijn verblijfplaats of zijn bestemming zal de hel zijn. Yani, als hij niet de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt en in hem gelooft, dan zal hij behoren tot de verliezers. En het gaat hier om een christen en een jood. Terwijl een christen en een jood, zij behoren tot diegene waarnaar een profeet gezonden is. En als zij niet zullen, of als hun religie niet geaccepteerd zal worden bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan een andere religie, yani helemaal niet. Een andere religie, wat behoort bijvoorbeeld tot de religies van de wereldse religies die hier geïnnoveerd zijn en die niet vallen onder religies waarbij een profeet gezond is, zoals bijvoorbeeld bij de Joden en de Christenen, die behoren tot de liederen van het boek. Als hun religie niet geaccepteerd wordt, dan zal de rest, yani, helemaal, bij hun helemaal, het geval zijn. En as-sirat al-mustaqim is dinullahi al-islam. Deze islam van Allah jalla wa ala, die hij geopenbaard heeft aan de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala, en vervolgens heeft de boodschapper deze verkondigd, dat is de religie waar iedereen zich aan moet houden. Zowel de mens als de djinn. Zelfs de djinn zijn verplicht om deze religie te accepteren. De djinn, onder de djinn heb je ook moslims die de islam hebben geaccepteerd. Die de da'wa hebben gehoord en vervolgens zij gaan geloven. Even, er is geen andere religie bij Allah jalla wa ala die geldig is, die baat, dan de islam. En de islam moeten wij in zijn geheel accepteren. Niet zoals de volkeren voor ons die een deel accepteerden en een deel verloochenden. Allah jalla wa ala die zegt in de Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, udkhulu fi silmi kaffa. Treed de islam in zijn geheel binnen. En accepteer de islam in zijn geheel. Niet dat wij een deel accepteren en een ander deel verlaten. Iden, قال هو دين الله الإسلام هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه. Deze religie, de islam, daarmee heeft Allah jalla wa ala alle boodschappers gezonden. En daarmee heeft Allah subhanahu wa ta'ala alle boeken zijn met de islam geopenbaard. Wat voor islam is dit? Dat is de algemene islam. En de algemene islam, of de algemene betekenis van de islam, dat is onderwerping aan Allah Jalla wa Ala. Want de islam, zoals de Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, zegt in Surah al-Thalatha, huwa al-istislam lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min al-shirk. De algemene betekenis van de islam houdt in dat je je onderwerpt aan Allah subhanahu wa ta'ala, je geeft je over aan Allah Jalla wa Ala. Hoe? Door hem geen enkel deelgenoot toe te kennen. Door het tawhid. Het is de islam lillahi bit tawhid. En door gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. En onderwerping aan zijn wetgeving. Walin qiyadu lahu bit ta'a. Vervolgens tot de islam behoort. Al bara'atu min ash-shirki wa ahlih. Dat je de afstand neemt van elke vorm van shirk. En van de mushrikeen. Deze algemene betekenis van de islam, daarmee is elk boodschap gezonden. Elke boodschap en elke boodschapper van Allah Jalla wa Ala is gestuurd met deze boodschap. Om de mensen te verkondigen, La ilaha illallah. Om de mensen, La ilaha illallah, te verkondigen. Dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Allah in de Koran zegt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ Naar elk volk is een boodschapper gezonden met als boodschap اُعْبُدُ اللَّهِ Aanbid Allah enkel en vermijd yani de aanbidding van tawagiet. En de boodschappers hebben deze boodschap verkondigd. Yani de islam. Vandaar dat alle boodschappers moslims zijn. En hun volgelingen in hun tijd zijn ook moslims. Want zij hebben zichzelf overgegeven aan de boodschap. Zij hebben zichzelf onderworpen aan de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is de algemene betekenis van de islam. Dat is ook de betekenis van de woorden van Allah. Inna dina inda Allahi al-islam. De algemene betekenis. En de islam heeft ook een specifieke betekenis. Dat is de islam waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gezonden naar de ummah. De islam die we vandaag de dag kennen. Met de vijf zuilen van de islam. Met alle wetgevingen die te maken hebben met de islam. De specifieke bekende islam die vandaag de dag bekend is. Iden. Hij zegt rahimahullah ta'ala, huwa dinul islam alladhi arsala Allahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah wa lam yaqbal min ahadin siwa wa la yanju illa man salaka. Hij zegt rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala zal niets accepteren behalve de islam. Hij zal geen enkel andere religie accepteren behalve de islam, zoals we net hebben gezegd. Hij zei, en niemand zal gered worden van de hel, yani van de bestraffing, behalve degene die de islam volgt. وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ تَشَغَّبَتْ أَوْ تَشَعَّبَتْ عَلَيْهِ الطُّرُقْ وَتَفَرَّقَتْ بِهِ السُّبُلْ Hij zegt rahimahullah ta'ala, en wie een ander yani, religie of ander pad wil volgen, dan zullen deze paden die hij volgt, deze wegen die hij volgt, zullen hem laten afdwalen. En zullen hem verschillende richtingen in laten gaan. Vervolgens reciteerde hij het vers uit Surat al-An'am, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Hij noemde het vers op, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ De betekenis daarvan, dit is mijn rechte pad, volg deze, volg dit, het rechte pad, yani de islam. Allah zegt in de Koran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Dit is mijn rechte pad, volg deze. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ En volg geen aftakkingen of zijwegen, want dan zal je dwalen. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Dan zal dat jou laten afdwalen van zijn weg. Als iemand een ander weg neemt dan het rechte pad van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal hij zeker dwalen. Of hij nou een andere religie neemt dan de islam, dan zal hij zeker dwalen. Als hij een ander weg neemt, yani, zoals bijvoorbeeld de weg van innovaties en de mensen die veranderen aan de islam, dan zal hij ook afwijken en afdwalen van het rechte pad, wat het pad is van Allah subhanahu wa ta'ala en de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt rahimahullah wa ta'ala, wa khatta nabiyu sallallahu alayhi wa sallam khattan thumma qaal, hadha sabilullah mustaqiman, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qaal, hadhihi subul, laysa minha sabilun illa alayhi shaytan yad'u ilayhi. Hij zegt rahimahullah wa ta'ala, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zo staat in hadith Abdullah ibn Mas'ud, hij tekende een hele lange rechte lijn. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam tekende een lange rechte lijn. En hij zei, Hada sabirullahi mustaqiman. Tegen de sahaba zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit is het rechte pad van Allah. Die lange rechte lijn die hij tekende, is het rechte pad van Allah. Vervolgens tekende de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan de zijkant van deze rechte lijn, korte lijnen. Aan de rechterkant en aan de linkerkant. En hij zei, وَهَذِهِ هِيَ السُّبُلْ En dit zijn de aftakkingen, de zijwegen, de dwalingen, die in strijd zijn met het rechte pad. Dat waren korte lijnen aan de zijkant van deze lange rechte lijn, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Vervolgens reciteerde de profeet sallallahu alayhi, of zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, هَذِهِ السُّبُلْ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ
Hij zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, toen hij die korte lijnen tekende aan de zijkanten, zei hij, dit zijn de aftakkingen, of de dwaalpaden, of de dwalingen. Hij zei, bij elke pad is een duivel die ernaar uitnodigt. Ala minha, qala hada sabilun, hadihi subul, leysa minha sabil, illa alayhi shaytan, yad'u ilayh. Hij zei, dit zijn de zijpaden, deze vele paden aan de rechterkant en aan de linkerkant. Hij zei, bij elk van deze pad staat een duivel die naar deze pad uitnodigt. Dwalingen. Want als dit het rechte pad is van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zijn er ook dwaalpaden of zijwegen of paden die leiden naar afsplitsing en afwijking van het rechte pad. Vervolgens reciteerde de profeet sallallahu alayhi wa sallam de woorden van Allah, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. En je ziet dat het rechte pad, dat is één. Er is één rechte pad. Maar wat betreft de zijwegen en de zijpaden die afgeweken zijn van het rechte pad, dat zijn er veel. Je hebt veel manieren om te dwalen. De afgedwaalden zijn op verschillende manieren afgedwaald. De ene bijvoorbeeld is afgedwaald van het rechte pad en zit bijvoorbeeld op een dwaalspoor op een andere religie. Deze is bijvoorbeeld christen. Deze is jood. Deze is boeddhist. Deze aanbidt een koe. Deze aanbidt iets anders. Deze is atheïst. Deze is liberaal. De zijpaden en de aftakkingen en de afdwalingen zijn veel. Kijk, het rechte pad is één. Dat is het boek van Allah subhanahu wa ta'ala en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat geldt ook voor dwalingen die vallen onder innovaties. Zijn er ook veel. Deze is bijvoorbeeld Sufi. Deze is Shi'i. Deze is Khariji. Deze is Tablighi. Deze is Hizbi. Allemaal aftakkingen en afdwalingen die afgeweken zijn van het rechte pad van Allah subhanahu wa ta'ala. En het pad van Allah jalla wa ala is het Koran en de sunnah. Met het juiste begrip. Het begrip van as-salafu salih, de vrome voorgangers. Dat is het rechte pad. Het pad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qaal, wa qaal al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Daraballahu mathalan, siratan mustaqiman. Wa ala janbatay sirat suran. Fihima abwaabun mufattaha. وعلى الأبواب سطور مرخاء وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه نعم تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. This hadith, this overlay of the Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, is a musnad wherein the Prophet sallallahu alayhi wa sallam a voorbeeld geeft van Sirat al-Mustaqim. De profeet geeft hier een voorbeeld van het rechte pad. Hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, daraballahu methalan siratan mustaqima. Hij zegt, Allah tabaraka wa ta'ala heeft een voorbeeld gegeven van het rechte pad. Aan de twee zijden van dit rechte pad, yani als dit het rechte pad is, aan de twee zijden van dit rechte pad, yani aan de linkerzijde en aan de rechterzijde, zijn twee hoge muren. Dus een pad met aan de zijkanten van dit pad muren, hoge muren. En in deze muren zijn deuren. Fihima abwaabun mufattaha. Deuren die geopend zijn. Wa'al al-abwaab sutur murkha. Lekin deze deuren die geopend zijn, zijn niet helemaal open dat je kan kijken wat erin zit, wat binnen is. Lekin er is een, ze zijn afgeschermd met een gordijn.
Een gordijn, zoals jullie weten, die kan heel makkelijk open. Je hoeft geen moeite te doen om een gordijn opzij te zetten. Het is heel makkelijk om die gordijn opzij te zetten en vervolgens naar binnen te gaan. En hij zegt, het pad van Allah subhanahu wa ta'ala is zoals een lange pad met aan de zijkanten muren. En in die muren zijn deuren. Die deuren zijn open, lakin ze zijn bedekt met gordijnen. Hij zegt, wa'ala babi sirati da'in yaqul. En aan de hoofd, aan het hoofd van sirat, van het rechte pad, en aan het begin van het rechte pad, of aan de hoofdingang, is er een uitnodiger, yaqul. Hij zegt, ya ayyuhan nas, udkhulu sirat al-mustaqim jami'an, wa la tafarraqu. En aan het begin van, het, van de pad, is er een uitnodiger. Hij nodigt de mensen uit. Hij zegt, o mensen, treed het rechte pad binnen. En die sla het rechte pad in. Met z'n allen. En split je niet af. Of wijk niet af. Wada'in yad'u min fawqi sirat. En er is ook een uitnodiger. Die nodigt uit van boven het rechte pad. Als iemand een van deze deuren wil betreden. Die deuren die bedekt zijn met een gordijn. Als iemand die wil betreden. Die gordijn opzij wil zetten. Zegt er een uitnodiger tegen hem. Zegt er een uitnodiger tegen hem. Wayhak. La taftahu, fa innaka in fatahtahu talijhu. Hij zegt tegen hem, pas op, open dat niet. En je opent die gordijn niet. Want als je die gordijn gaat openen, dan zal je ook die deur binnen gaan. Dan zal je binnentreden. Daarna legt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit voorbeeld uit. Hij zegt, van sirat, deze sirat die hij opgenoemd heeft, dat is de islam. Dat is de islam. Hij zegt, was suran. De twee muren aan de rechterkant en aan de linkerkant, dat zijn de grenzen van Allah, hududullah, de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn regels, zijn geboden en zijn verboden. Hetgene wat Allah jalla wa ala verboden heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft grenzen gesteld die wij niet mogen overschrijden, die wij niet mogen naderen. Hij zegt, rahimahullah, of de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, fassiratul islam was suran hududullah. As-sirat, dat is de islam. En die muren, dat zijn de grenzen van Allah. Hij zegt, wal abwab al mufattaha. En de deuren die openstaan, dat zijn de verboden van Allah. De zaken die Allah verboden heeft. De zaken die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. Zina bijvoorbeeld. Al-riba, al-ghiba, al-haram. Alles wat Allah jalla wa ala verboden heeft, dat zijn die deuren die openstaan. وذلك الداعي على رأس الصراط. En die ene uitnodiger die bij de ingang staat van het rechte pad van de islam, hij zegt, is het boek van Allah, Kitabullah, die nodigt de mensen uit naar het rechte pad. Hij zegt tegen de mensen, treed deze pad in, sla deze pad in en blijf op deze pad. Hij zegt, والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. En die ene uitnodiger die boven de sirat is, die jou uitnodigt wanneer je een van die deuren wil betreden, of een van die gordijnen opzij wil zetten, om te kijken wat daar zit. Hij zegt, dat is wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Het is, yani, die vrees die iemand heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala, of die vrees die elke moslim heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala, en die hem ertoe zet, die hem ertoe, of die hem aanzet om weg te blijven van de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is wanneer bijvoorbeeld iemand, als hij een zonde wil begaan, dan is er altijd iets, een gelovige, iemand met godsvrees, dat hem waarschuwt. Dat hem eigenlijk wil weg hebben. Wil weghouden van de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala. Even de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft hier een voorbeeld over de sirat, dat dat de islam is, en over deze zonden die in de vormen van deuren zijn, en dwalingen in de vormen van deuren zijn, in deze grote hoge muren. En vervolgens is het boek van Allah subhanahu wa ta'ala dat hem uitnodigt naar het rechte pad, en die ene wa'id die hij heeft in zijn hart, die iedere moslim heeft in zijn hart, zodat hij gewaarschuwd is en wegblijft van alles wat in strijd is met de islam. De schrijver, rahimahullah ta'ala, die zegt daarna, bimada
يتأتى سلوكه والسلام من الانحراف عنه. Nadat de schrijver rahimahullah ta'ala ons heeft verduidelijkt wat het rechte pad is, en dat de islam is, de Koran is, dat ons uitnodigt naar het rechte pad, de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt de schrijver rahimahullah, nadat je weet wat dit rechte pad is en hoe het eruit ziet, wat is dan, of waarmee kan je jezelf standvastig maken op dit rechte pad, zodat je niet daarvan afwijkt. قال رحمه الله تعالى لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصحيح رحمه الله تعالى vertelt ons hoe wij op dit rechte pad kunnen blijven, daar niet van afwijken. Hij zegt, rahimahullah ta'ala, dit kan alleen bevestigd worden, of bewerkstelligd worden, door dat iemand zich vastklampt aan het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, aan de Koran, aan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en door daaraan vast te houden, en door te leven op deze manier, zoals de Koran het voorschrijft en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat voorschrijft, dat je je houdt aan de voorschriften, dat je de geboden uitvoert en de verboden vermijdt, dat je je houdt aan de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala. En als iemand dat doet, dan heeft hij daarmee in feite de tawhid verwezenlijkt. Dan heeft hij daarmee in feite het tawhid verwezenlijkt als hij zich houdt aan het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij volgt de voorschriften daarin en hij volgt de geboden daarin. En als belangrijkste gebod en grootste gebod in de Koran is het gebod en de verplichting op het aanbidden van Allah jalla wa ala. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Het eerste gebod in de Koran. En het belangrijkste gebod in de Koran, de verplichting op het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala, enkel en alleen. En als iemand zich daaraan houdt, dan zal hij daarmee het tawhid verwezenlijkt hebben. Dan zal hij daarmee ook de getuigenverklaring, ashhadu an la ilaha illallah, zal hij daarmee in praktijk hebben, yani uitgevoerd. Want ashhadu an la ilaha illallah heeft in de praktijk, yani een werkelijkheid. En dat is dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat iemand geen enkel deelgenoot toekent aan Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn aanbiddingen zijn enkel en alleen voor Allah jalla wa ala. Zijn vrees is enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn vertrouwen vestigt hij alleen op Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn hoop is alleen in Allah jalla wa az. Als hij aanroept, roept hij enkel en alleen Allah tabaraka wa ta'ala aan. Als hij offert, offert hij alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hij vraagt Allah jalla wa ala en niemand anders. Hij verwezenlijkt daarmee, ashhadu an la ilaha illallah. En daarnaast dient hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen. De sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij dient Allah jalla wa ala te aanbidden
zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam dat voorgeschreven heeft in zijn sunnah. En zo verwezenlijkt iemand ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, al-tawhid en al-sunnah, al-ikhlas en al-mutaba'a. Als het gaat om de profeet sallallahu alayhi wasallam. En Allah jalla wa ala zegt in de Koran: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah zegt in dit vers de betekenis daarvan, of de vertaling van de betekenis: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, wie Allah en zijn boodschapper gehoorzaamt, zal zeker met degene zijn die door Allah zijn begunstigd van onder de profeten, min al nabiyyin, wa siddiqin, de waarachtige, wa shuhada, de martelaren, wa salihin, de vrome, rechtschapene, dienaren, wa hasuna ulaika, rafiqa, dat zijn de beste metgezellen. Eden, als iemand wil zijn in het hiernamaals met de profeet sallallahu alayhi wasallam en met deze gezelschap die genoemd is in dit vers, dan dient hij tijdens zijn wereldse leven zijn op de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dan zal hij in het hiernamaals zijn met de profeet sallallahu alayhi wasallam, zoals Allah zegt: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. En dit gezelschap, de profeten en de waarachtigen en de martelaren en de vrome, dat zijn diegenen die Allah subhanahu wa ta'ala in suratul Fatiha heeft opgenoemd bij zijn woorden: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم, het pad van degene die u begunstigd hebt of begunstigd heeft. Wie zijn dat? Dat zijn deze die genoemd zijn in dit vers in surat al-Nisa: de profeten, siddiqin, shuhada, salihin. Hij zegt rahimahullahu ta'ala: وَهَاُولَاءِ الْمُنْعَمْ عَلَيْهِمْ الْمَذْكُرُونَ هَا هُنَا تَفْصِيلًا هُمُ الَّذِينَ أَضَافَ الصِّرَاطِ إِلَيْهِمْ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Hij zegt rahimahullahu ta'ala: deze, yani, die genoemd zijn in dit vers, de profeten en de martelaren en de waarachtigen en de vrome, dat zijn precies diegenen die, of aan wie het rechte pad is toegeschreven in suratul Fatiha. In surat al-Fatiha, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt: اهدنا الصراط المستقيم, leidt ons naar het rechte pad. Dan zegt Allah: صراط الذين أنعمت عليهم. Welk pad is dat? Het rechte pad? Het pad van degene die u begunstigd heeft. Wie zijn dat? Diegene die genoemd zijn in surat al-Nisa. Daar zijn ze genoemd bij naam of gedetailleerd: de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de vrome. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yani, dat is hun pad en niet het pad van degene die de woede over zich hebben gehaald. Dat zijn de Joden. Of het pad van de dwalenden. Dat zijn de christenen. En de Joden zijn degene over wie Allah jalla wa ala woedend is, omdat zij kennis hebben, lakin deze kennis niet hebben opgevolgd. Ze hebben kennis, lakin ze hebben deze kennis niet opgevolgd. En de christenen die vallen onder dwalenden, omdat zij handelen zonder kennis. Ze dwalen, ze handelen zonder kennis. En beide zijn afgedwaald. Beide behoren tot al-maghdubi alayhim. En beide behoren tot al-dalin. Lakin de ene eigenschap is duidelijker bij de ene groep. En de andere eigenschap is duidelijker bij de ander. De andere groep. Vandaar dat iemand van de Salaf die zei: diegenen die afgedwaald zijn van onze geleerden, die lijken op de Joden. Die hadden kennis, die zijn daarvan afgedwaald. En degenen die afgedwaald zijn van onze ubbad, van onze mensen die geen kennis hebben, lijken wel aanbiddingen verrichten, die lijken op de christenen, want die zijn afgedwaald omdat zij handelen zonder kennis. قال رحمه الله تعالى: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم. عزت رحمه الله: er is geen grotere gunst voor de dienaar
dan dat Allah hem leidt naar dit rechte pad. وَهِيَ الَّتِي قَالَ وَلَا أَعْظَمَ نِعْمَ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ هِدَايَتِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. إذن, er is geen grotere gunst voor de dienaar dan dat Allah hem leidt naar dit rechte pad en ook hem beschermt en weerhoudt van de afdwalingen, van de dwaalpaden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft deze umma, die heeft ons, de umma heeft hij gelaten op een duidelijke, rechte pad. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Azetaraktukum ala al-mahajjati al-bayda, leiluha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Als ik heb jullie achtergelaten op een duidelijke, heldere pad. De nacht daarvan is zo helder als de dag. Enkel een verdwaalde kan na mij daarvan afwijken. En diegene die afwijkt van deze heldere, duidelijke pad, dat is een afgedwaalde. Wa illa Allah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons gelaten op een duidelijke, heldere pad. Dat is de Koran en de Sunnah. Taraktu fikum ma in temassaktum bihi lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. De profeet die zegt, ik heb iets voor jullie achtergelaten. Indien jullie daaraan vasthouden, dan zullen jullie nooit afdwalen. Het boek van Allah en mijn sunnah. Het boek van Allah en mijn sunnah. Dat is het rechte pad. Sirat al-mustaqim is het boek van Allah jalla wa ala en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله تعالى ما ضد السنة قال ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Hij zegt رحمه الله تعالى bij de volgende vraag, wat is het tegenovergestelde van de sunnah? Hij zegt het tegenovergestelde van de sunnah is de bid'ah, de innovatie, de innovaties, de nieuwigheden, de nieuwe zaken die toegevoegd zijn aan de religie. Hij zegt, rahimahullah ta'ala, een innovatie, wat toegevoegd is aan de religie, dat komt neer op het voorschrijven van iets dat Allah niet heeft geboden. En iemand die wat toevoegt aan de religie van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is een innovatie. En een innovatie is in strijd met de religie van Allah Jalla wa Ala. In strijd met de Koran en met de Sunnah. Want een innovatie, eigenlijk in werkelijkheid, is iemand die innoveert en zaken toevoegt aan de religie. Is eigenlijk iemand die in werkelijkheid eigenlijk beweert dat de religie niet compleet genoeg is. En dat de religie eigenlijk gebrekkig is. Dat deze innoveerder met zijn innovatie de religie eigenlijk compleet maakt en beter maakt. Ook al zegt zo'n persoon dat niet, lekker in werkelijkheid is dat het. Maar Allah Jalla wa Ala, die heeft de religie compleet gemaakt. En iets wat compleet is, accepteert geen, yani ziyada. Accepteert niets extra's. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, die zegt, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hij zegt, vandaag heb ik jullie religie compleet gemaakt. Volledig gemaakt, compleet. Iets wat compleet is, accepteert geen enkel toevoeging. De religie, de islam, is door Allah Jalla wa Ala compleet gemaakt. Vandaar dat innovaties niet toegestaan zijn in de islam. En imam Malik rahimahullah ta'ala, hij zei, ما لم يكن يوم إذن دين لا يكون اليوم دينا. Wat toen geen religie was, zal vandaag de dag nooit religie kunnen zijn. Elke toevoeging wat er toen niet was, is vandaag een dwaling. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijdens elke vrijdag preek, zei hij, وشر الأمور محدثاتها. De slechtste zaken zijn de innovaties. وكل محدثة بدعة. En elke toevoeging, de slechtste zaken zijn de toevoegingen. En elke toevoeging is een innovatie. Kullu bid'atin dalala. En elke innovatie is een dwaling. Kullu dalalatin finnaar. En elke dwaling is in het vuur. Innovaties zijn
niet toegestaan. Wij dienen ons te houden aan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran gebiedt ons en verplicht ons om ons vast te houden aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn sunnah. Allah zegt, ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hij zegt, ik heb in de Koran gekeken. Hij zei, en ik vond de gehoorzaamheid aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat kwam terug in 33 verzen. In 33 verzen komt de gehoorzaamheid van de profeet sallallahu alayhi wa sallam terug. En hij noemde deze bewijzen. Onder andere, ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn boodschapper en wend je niet af. En ook het vers in de Koran, wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jullie brengt en geeft, neem dat aan. Datgene wat hij jullie verbiedt, vermijd dat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Zeg, indien jullie werkelijk van Allah subhanahu wa ta'ala houden, volg mij dan, yani volg de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zal Allah van jullie houden. En zo zijn er tientallen verzen. Imam Ahmed, hij zegt, meer dan 33 verzen die dat opdragen, yani het gehoorzaam zijn aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En als we terugkijken naar de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zijn dat weer tientallen overleveringen die ons verplichten om ons te houden aan de sunnah van de nabi sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, blijf op mijn sunnah, alaykum bi sunnati, en de sunnah van mijn khulafa ar-rashidun, van mijn opvolgers Abu Bakr en Omar en Uthman en Ali. Hou je eraan vast, klamp je eraan vast. Temassaku biha wa addu alayha bin nawajid. En wees gewaarschuwd. Kijk uit voor de innovaties. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulallah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. In deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, iedereen van mijn umma zal het paradijs binnentreden, behalve degene die weigert. Zei de ja Rasulallah, wie zal er nou weigeren? Hij zei, degene die mij gehoorzaamt, is degene die het paradijs zal binnentreden. En degene die mij ongehoorzaam is, dat is degene die weigert. Dat is degene die weigert. En tientallen overleveringen die duiden op het volgen van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het verbod op innovaties. Het verbod op innovaties. Want een innovatie in werkelijkheid, zoals ik net zei, komt op neer dat iemand eigenlijk daarmee beweert of suggereert dat de religie van Allah subhanahu wa ta'ala niet compleet is en dat deze innovatie de religie eigenlijk compleet maakt. Of hij suggereert, of je het nou wil of niet, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat de religie wel compleet is, lijkt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de religie niet in zijn geheel heeft verkondigd. Vandaar dat Imam Malik rahimahullah ta'ala zegt, Men ra'a fil islami bid'atan hasana, faqad za'ama anna nabi sallallahu alayhi wa sallam khana risala. Hij zegt, Imam Malik rahimahullah, hij zegt, wie beweert dat in de islam een goede innovatie is, zoals we vandaag de dag horen van soefies en anderen, ze zeggen, dit is een goede innovatie. Dit is een innovatie, zeggen ze, lakin een goede innovatie. En een goede innovatie dienen wij te accepteren en mogen wij in praktijk brengen. Imam Malik rahimahullah die weerlegt hun. En Imam Malik rahimahullah yani, is een imam, een grote imam van Ahl Sunnah wal Jama'a, die yani, heeft geleefd na de drie generaties of tijdens de derde generatie. Hij zei, wie suggereert dat in de islam een goede toevoeging is, dat een goede toevoeging bestaat, hij zei, zo iemand die beweert eigenlijk dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de boodschap heeft achtergehouden. Niet heeft verkondigd. Hij zegt, want Allah subhanahu wa ta'ala, want Allah jalla wa ala
die heeft deze religie compleet gemaakt. Hij zei, faqad za'ama anna nabi sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qaal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. En Allah jalla wa ala, die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah jalla wa ala die gebiedt de profeet sallallahu alayhi wa sallam om deze boodschap te verkondigen. En hij heeft de boodschap ook verkondigd in zijn geheel. Vandaar dat een innoveerder, dat is iemand die groot gevaar loopt. Een innoveerder loopt groot gevaar, omdat eigenlijk de innovatie deze twee dingen inhoudt die we hebben opgenoemd. Of dat iemand eigenlijk suggereert dat de religie niet compleet is, of dat hij wel compleet is, lakin niet is verkondigd in zijn geheel door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En elke innovatie is een dwaling. Nogmaals, een innovatie, dat is iets waarmee iemand Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, zonder dat hij daar een bewijs voor heeft uit de Koran of uit de Sunna. Hij voegt iets toe aan de religie waar geen bewijs voor is. En de profeet die zei, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Wie iets aan onze zaak toevoegt, iets nieuws toevoegt aan onze zaak en aan de islam, dat er niet bij hoort, het zal van hem niet geaccepteerd worden. Het zal verworpen worden. En was het maar zo dat het alleen maar verworpen zal worden, dan was het misschien niet eens zo erg. Lijkt het zal verworpen worden. En daarnaast riskeert hij de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat de mensen moeten oppassen voor innovaties. Doe alleen datgene wat jou is opgedragen. Alleen datgene waar duidelijk bewijs voor is uit de Koran of uit de Sunna. Vandaar dat Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, hij zei, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abbaduha. Hij zei, elke ibada, elke handeling die de metgezellen niet verricht hebben, verricht die ook niet. En Abdullah ibn Mas'ud, hij zei, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hij zei, volg de overleveringen, volg het bewijs en innoveer niet. Hij zei, er is voldoende voor jullie. Degene die wil aanbidden, degene die handelingen wil verrichten, er is genoeg, alhamdulillah. Er valt genoeg te doen volgens de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is niet nodig dat mensen aan de religie gaan toevoegen. Wil iemand iets doen waar hij voor beloond wordt, er valt genoeg te doen. Doe datgene wat is overgeleverd. Doe datgene waar een duidelijk bewijs voor is. Datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook deed. Iden, het tegenovergestelde van as-sunnah is al-bid'ah. En als we het hebben over de sunnah, dan kan dat verschillende begrippen hebben. En de sunnah hier, de schrijver daarmee, hij bedoelt hiermee de leiding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de religie van, of de pad, het pad van een nabi sallallahu alayhi wa sallam. Want de sunnah kan soms genoemd worden, en daarmee iets wat aanbevolen is, bedoeld worden. Yani wat het tegenovergestelde van al-wajib of al-fard is ook sunnah bij de fuqaha. Dan hebben ze het over wajib of fard en sunnah. Yani iets wat verplicht is en iets wat niet verplicht is. Yani als je het verricht, word je ervoor beloond. Lakin, laat je het gaan, word je er niet voor gestraft. Dat is een van de definities van de sunnah. Maar een andere definitie van de sunnah is de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit is hier de bedoeling. Yani iemand die afwijkt van de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat is iemand die een mubtadi is. Die in een bid'a is vervallen. En soms wordt de sunnah yani opgenoemd en wordt daar al-hadith mee bedoeld. In de Koran en de sunnah. De Koran, het boek van Allah en de sunnah, de hadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Lekker, waar het hier om gaat, is de weg van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Als de profeet zegt, alaykum bi sunnati, dan wordt daarmee bedoeld, in mijn pad, mijn leiding, al-hadi, hadiyun nabi, sallallahu alayhi wasallam, wa sunnat al-khulafa,
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. In dezelfde hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وإياكم ومحدثات الأمور. Kijk uit, pas op voor de nieuwe zaken in de aanbidding, in de dien. فإن كل محدثة ضلالة, want elke toevoeging is een dwaling. Elke toevoeging is een dwaling. En als we het hebben over innovaties, beste broeders, dan hebben we het over innovaties in de dien, in de religie. Niet dat straks iemand gaat komen, gaat hij zeggen, jullie innoveren, want jullie bijvoorbeeld rijden in auto's of vliegen met de vliegtuig. Vliegtuig is ook een innovatie, lijkt een innovatie wat niets te maken heeft met de religie. We hebben het hier over zaken die iemand toevoegt aan de religie. Zoals bijvoorbeeld iemand die bepaalde feestdagen toevoegt aan de religie die niet bestonden in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het vieren van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Bijvoorbeeld, is een innovatie. De manier van bepaalde aanbiddingen die verricht worden. Bijvoorbeeld, het reciteren van de Koran. Is het ibada? Is ibada. Werd dat gedaan in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Tuurlijk werd dat gedaan in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, de manier waarop dat werd gedaan. Sommige mensen vandaag de dag reciteren Koran gezamenlijk bijvoorbeeld. Met één stem in een koor. Deze manier is toegevoegd aan de religie. Deze manier bestond niet in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus deze manier is hier een geïnnoveerde manier. Bijvoorbeeld een andere innovatie. Wanneer mensen klaar zijn, of wanneer sommige mensen klaar zijn met het reciteren van de Koran, zeggen zij bijvoorbeeld, Sadaqallahu al-Azim. Nee, Allah heeft de waarheid gesproken. Daar twijfelt niemand aan. Daar twijfelt geen enkel moslim aan. Lakin, deze zin die ze toevoegen, of die ze zeggen aan het einde van iedere recitatie, is daar een bewijs voor uit de Koran of de Sunna, of niet? Als daar een bewijs voor is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zei, of dat de sahaba dat zeiden, dan zeggen we alhamdulillah, zeggen wij dat ook. Lakin, als we kijken naar bewijzen, of als we hun vragen om bewijzen, hebben zij geen bewijs wat erop duidt dat na een recitatie dat gezegd moet worden. Dus dit hebben ze in principe toegevoegd. Het is een toegevoegde uitspraak en die aan of bij het reciteren van Al-Quran. Hier is geen enkel bewijs voor. Vandaar dat de geleerden hebben gezegd, deze uitspraak valt onder innovaties. Maar klopt die uitspraak? Nou, die uitspraak die klopt. La shak. Lakin de moment, of het moment dat die gezegd wordt na iedere recitatie, dat is een geïnnoveerde daad. Want voor hetzelfde geld komt er iemand en dan zegt hij bijvoorbeeld, na elke recitatie van de Koran, zegt hij bijvoorbeeld, Alhamdulillah, alladhi, hij innoveert een mooie uitspraak wat eigenlijk waarheid is. Of hij zegt Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah al-azim. Bijvoorbeeld, na elke recitatie. Dit is ook een dhikr. Lakin, is het overgeleverd dat je zo'n uitspraak zegt na het reciteren van de Koran? Nee. Vandaar dat we deze uitspraak niet moeten doen. Dat geldt ook voor de uitspraak sadaqallahu al-azim. Daar is geen bewijs voor. In de Koran staat, qul sadaqallah. Naam, in de Koran staat, qul sadaqallah. Zeg, Allah heeft de waarheid gesproken. Daar twijfelt geen moslim aan. Lekker, we kijken nogmaals. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft hij de Koran gereciteerd? Naam. Hebben de sahaba de Koran gereciteerd? Tuurlijk. Is er overgeleverd dat zij sadaqallahu al-adim zeiden? Nee. Als iemand zegt van wel, dan zeggen wij tfaddal. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Breng maar jullie bewijs. Als jullie dat beweren en als jullie waarachtig zijn. Daar is geen bewijs voor. En zo ook voor elke andere innovatie waar geen bewijs voor is. Dat moeten wij niet doen. Zoals Hudayfa zei. Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fala ta'abbaduha. Elke ibada waar de metgezellen niet op zaten. Wat zij niet verricht hebben. Doe dat ook niet. Doe dat niet. Want anders val je in een innovatie. En die innovaties, zoals we net zeiden, zijn de slechtste daden. Hij zei, rahimahullahu ta'ala, wa ashara sallallahu alayhi wa sallam ila wuku'iha bi qawlih, wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqa, kullaha fi nar illa wahida.
وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. تسخريف رحمه الله عايز أختير فنمت يد حديث حديث الافتراق حديث فان دي أوبسبلتسينج وانت إن دي حديث دي دافور ستات دي دافور اسخنومت زهد البروفيت صلى الله عليه وسلم زهد البروفيت صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. The Prophet zei tegen de Sahaba, degene die van jullie nog lang zullen leven na mij, die zullen veel verschillen zien, veel opsplitsing zien en oneenigheid zien. En hij zei, de Prophet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat ook in een andere hadith genoemd, hadith van de opsplitsing, waarin staat, وستفترق أمتي على 73 فرقة. De Prophet die zei, mijn umma zal zich opsplitsen in 73 groeperingen. Deze hadith is authentiek, waarin de profeet zegt, deze umma zal zich opsplitsen in 73 groeperingen. En daarvoor zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de joden hebben zich opgesplitst in 71 groeperingen. En de christenen hebben zich opgesplitst in 72 groeperingen. Vervolgens zei hij, en deze umma zal zich opsplitsen in 73 groeperingen. Allemaal zullen ze naar de hel gaan, behalve 1. Kullaha fi nar illa wahide. Yani allemaal zullen ze afdwalen en afwijken van het rechte pad en afwijken van de redding, behalve 1 groep zal de geredde groep zijn. Illa wahide. Ze zeiden, ja Rasulallah, wat is die ene groep die gered zal zijn? Firqa Najia. Hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, hum man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Dat is die ene groep die zich bevindt op datgene waar ik vandaag de dag mezelf op bevind en mijn metgezellen. Yani diegene die zich vasthoudt aan datgene waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam op zat. En waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam op zat is de kitab en sunnah. De Koran en de sunnah en de metgezellen. Hun begrip is hier ook yani, geprezen door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ma ana alayhi al-yawm. وأصحابي أو مثل ما من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dus القرآن en de Sunna en met het begrip van de vrome voorgangers, dat is belangrijk. Deze drie zaken zijn belangrijk als iemand gered wil zijn van dwaling. Het vasthouden aan het boek van Allah en de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam met het begrip van de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat is de geredde groep. De geredde groep. En de rest zal niet gered zijn van dwalingen. Lekker, deze dwalingen, deze afgedwaalde groepen, betekent niet dat zij ongelovig zijn. Lekker, ze zijn gewaarschuwd en ze riskeren de hel als Allah subhanahu wa ta'ala ze straft yani, voor hun dwalingen. Ze riskeren de hel. Maar als zij behoren tot de moslims die bijvoorbeeld afgedwaald zijn door bid'ah, de innovaties, en ze komen in de hel, zoals wij hebben bestudeerd, als zij in de hel terechtkomen, zullen ze altijd eruit komen, omdat niemand in de hel blijft, behalve de zuivere ongelovigen, de kuffar, waarvan de eindbestemming de hel zal zijn, en zij zullen daarvoor altijd in verblijven. Dus ahlul bid'ah, als zij in de hel terechtkomen, komen zij uiteindelijk ook terug, of eruit. Ahlul bid'ah, die niet behoren tot de kuffar. En ook heeft Allah subhanahu wa ta'ala zijn heeft Allah subhanahu wa ta'ala zijn boodschapper, heeft Allah jalla wa ala zijn boodschapper, heeft hij gedistanceerd van de innoveerders en van de innovaties in zijn woorden. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Allah die zegt, de vertaling van de betekenis, waarlijk, zij die verdeeldheid hebben gezaaid in hun religie, zoals Ahl Bid'ah, de mensen van innovaties, en secten hebben gevormd, jij hebt niets met hun te maken. Allah distancieert hier de profeet sallallahu alayhi wa sallam van deze afgedwaalde die zichzelf hebben verdeeld en die afgesplitst zijn en afgeweken zijn van
de religie van Allah Jalla wa Ala en die sectes hebben gevormd. Allah die zegt, je hebt totaal niets met hun te maken. Hun zaak is enkel aan Allah. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons standvastig maken op de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En om ons en, op, en ons erop laten leven en erop laten sterven. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Vandaag laat het hierbij.